Wij gaan praten met Wietse, uiteraard voor wijn. Wietse, wat is dit? Marie, goedemorgen. Dit is Castella de Medina, mijn keuze voor de wijn van de week. En dit komt uit Spanje. Je gaat tegenwoordig filmpjes aanleveren. En ik zei, nou, dat vind ik prima, maar dat moet ik wel kunnen zien. Maar de helft van het filmpje was donker. Hoe komt dat? Ja, dat komt een beetje omdat ik met deze wijn iets wil toelichten, wat heel bijzonder is. En dat hebben we eigenlijk 's nachts een beetje opgenomen. Want de druiven, die worden namelijk 's nachts geoogst. En dan ga ik heel kort uitleggen waarom. In dit gebied waar het heel warm en heel heet is. En de winters zijn heel streng en koud. De zomers zijn echt heel heet. Het ligt op 600-700 meter boven de zeespiegel. En het is daar, 's nachts koelt het wel weer af. Maar overdag is het gewoon eigenlijk niet fijn voor die druivenstok, zou je zeggen. 's Nachts lopen die wilde zwijnen daar ook. Ja, maar die zijn een beetje bang voor die plukmachines. Nee, maar wat er dan 's nachts gebeurt, is dat ze die druiven, die zijn zeg maar in de optimale conditie om geoogst te worden. Als je dat overdag gaat doen en de temperatuur is 40, 50 graden, dat is gewoon slecht voor de conditie van die druiven. Dus ze willen zeg maar in de beste staat van de wijngaarden naar de bodem gaan brengen. En hebben een klein filmpje, een kleine impressie gemaakt hoe dat gaat. Gaan we even naar kijken. Zijn ik die Ilja Gort in het struikgewas zou zitten? Nou, waarschijnlijk zijn neef of zo die in Spanje woont. Maar nee, Harry, dit komt. Dit is Spanje. Ilja Gort is natuurlijk een beetje Frankrijk. Maar dit is Spanje, Rueda, Noord-Spanje. En deze bodega die bestaat sinds 1996. En dat is vrij jong. Ze hebben 190 hectare, waarvan ze 160 hebben beplant met de Berdejo, zeg maar. Dat is echt hun paradepaadje. En het grappige is aan Berdejo en proevenmaris, want dat zul je echt in glas gaan ontdekken. Niet zoals een Chardonnay vol vet of een Sauvignon Blanc heel fris strak. Maar dit is een explosie aan fruit. Dit is toegankelijk. Dit heeft een fris zuurtje van de citrus. Maar het is sappig. En dit is voor mij zeg maar echt het aperitief wijn nummer 1. Dus nou, lekker. Je zegt, ik drink altijd snel. Maar je moet het eigenlijk gewoon een beetje... Nou ja, dat je snel drinkt, daar ga ik verder niet over. Dat vind je zelf. Maar het is inderdaad wel een wijn die je zo lekker makkelijk wegdrinkt. De Medina, Castella de Medina. De wijnmaakster is Sara Romain de Cal. En zij staat al sinds behoorlijk in het begin aan de succes van deze wijnen. En jaar in jaar uit winnen ze. En voornamelijk op de prijskwaliteit. Want dit kost slechts... Wat vind je ervan? Ik vind het heerlijk. Lekker toegankelijk zo, ja, hè? Om dat zo te drinken. Dus echt een beetje buiten die maaltijd om. Fris. Slechts 7 euro. Fruitig. En lekker. Jij gaat mijn vak overnemen zo'n beetje. Ja. Fris, fruitig, ja, nee, lekker toegankelijk. Dit kost 97 per fles gedurende de hele maand juni. Dus begint zeg maar nu tot en met eind juni. Dit zit verpakt in doosjes van 6. Dus kunnen mensen hoeven niet gelijk grote hoeveelheden te kopen. Maar 6 is wel minimaal dat je... Dat ja, we doen tegenwoordig gewoon per volle doos per soort. Ook om zeg maar de omloopsnelheid lekker fris te houden, zeg maar. Niet losse flessen meer. En ja, de consument zeg maar is ook wel genegen om gewoon even een doosje te nemen. Oké. Okay. Nou, u kunt het nu bestellen zoals gebruikelijk en eventueel derde Pinksterdag op telefoon. Ja, gewoon bellen. Kijk eens aan. Bedankt zover.